Minstens 91 Joden werden toen direct vermoord. Dit is het Joodse moment! Zij wil vergeten, dat mag ze zelf weten. Staat daar. Waar mijn ogen een brand van tranen, dan zou ik wenen dag en nacht om de gevallen strijders van mijn Israël. Door de levende, voor de levende. Het is dan ook niet alleen kwalijk, maar ook gevaarlijk dat onze regering hier in Nederland, die wij voor de achterlijk ongewenst en een gevaar voor onze toekomst zijn, houden deze politici op straat in Israël door menigte achterna gezeten worden en gelyncht worden, terwijl honderden kinderen en duizenden snoeien en niet om als een scheermes door het heden en de levens van een ander te snijden. Heel Duitsland, op heel efficiënt wezen. Joden van Oost-Europees afkomst waren 30. Opgepakt. Het gebrek aan solidariteit voor de ander. Toen de Joden in Europa. I called the Jewish citizens to vote because and I am violating towards Palestinians. Yet the public keeps quiet. And slowly, step by step, the general public accepts what they hear day after day. The message is internalized until it becomes an accepted norm. It is not de facto racism, but also others. In the contrary, one should face racism by seeking, demanding, and practicing equality and democracy and justice for all. This is so simple. We must learn judges. They kill us and they call us terrorists. So, and I am speaking to human beings. I am speaking to human beings. Justice, not for violence. And my last sentence. Solidarity here for all the people who are present. Thank you so much.